Hallo kijkers van Shine Sprite, zag ik mijn gloednieuwe aflevering van Metabot! Rakusha version tegen Metabee version. Vorige aflevering hadden wij het over Persona en dat er nu 5 games zijn, maar dat er sinds game 4 veel spin-offs worden uitgebracht. Ja, 4 heeft, even kijken, 4 heeft Golden. Dat, en dat die, betekent? Golden is een definitive versie, dus er zijn dingen aan toegevoegd, bijvoorbeeld extra scènes of extra dingen om het iets meer interessanter te maken. Ja. Het had voor mij 2 arena fighting games. Ja. Het had, kijken, nog een extra RPG samen met 3, die Persona Q heette. Okay. Persona 3 had eigenlijk maar volgens mij paar spin-offs. Die had Persona 3, Persona 3 Fes en Persona 3 Portable. Ja. Maar ook de enige game is waar je kan kiezen tussen male en female main character. Daarna hebben ze dat nooit meer gedaan. Oké, apart. Ja, en kijken, Persona 5 heeft Persona 5, Persona 5 Royal, Persona 5 Dancing, voor mij Stars of Dancing All Night. Mm-hmm. Nee, ja, en een soort van Dynasty games zoals bijvoorbeeld Hyrule Warriors. Ja, hack and slash. Ja. Ik heb vragen over Persona. Wat is Persona voor een soort game, zeg maar? Wat moet je doen? Pokémon. Echt? Ja. Dus dat vind ik ook misschien wel leuk. De lengte is heel erg. Ja. Maar als ik even... Ik pak even... Welke is de meest... Welke is de beste om te voor te pakken? Ja, toch even de... Des te recenter je bent, des te beter. Maar ik pak even nummer 5 even als voorbeeld. Ja. De bedoeling is dat jij je eigen soort van persona achter je hebt staan met bepaalde vaardigheden. Ja. Nou, daar heb je volgens mij fysieke dingen zoals slash, pierce, die dingen. Maar ook elemental dingen. Dus holy is goed tegen evil dingen, vuur is goed tegen water, die dingen. Oh ja. En je hebt eigenlijk, ik noem maar even voor het gemak, gyms. Maar dat zijn echt grote gyms. Je hebt echt grote dungeons waar je doorheen moet. Oké. Ja, en om de male character kan al volgens mij sinds 3 volgens mij kan hij al andere persona's gebruiken. Dus je kan ook persona's combineren om nieuwe persona's te krijgen. Dus dan kan jij eentje krijgen die heel goed is in vuur of eentje die heel goed is in water. Oké. Alleen het is wel een game waar je een spreadsheet voor nodig hebt. Echt waar? Ja, want een van de dingen die de game doet, noem ik even voor het gemak... extra context of ziet als soort van Zelda waarin je dingen moet verzamelen. Je hebt characters, yeah. En die characters kan je naar levels doen, dus support levels van Fire Emblem. Ik denk dat dat het beste voorbeeld is. En als je ze max kan krijgen, kan je betere personas krijgen of bepaalde vaardigheden, zoals bijvoorbeeld korting bij het kopen van items, bij wijze van. Oké. Ik zit eventjes te verwerken hoor. Ja, het is een aardig... Aan de ene kant is het een hele interessante game. Aan de andere kant is het wel zo van... Je hebt echt een spreadsheet nodig. Want de game is op een kalender gebaseerd. Tenminste vanaf 3, 4 en 5. 1 en 2 zijn zo arcadisch. Die willen ze ook gewoon niet meer uitbrengen. Oké. Maar iedere dag is iets anders. Iedere dag moet je zo invullen zoals je zelf zou willen. Nee, dus je moet ook nog goed je dag dus managen. Dus, ja. Het is ook nog deels live sim. Oké. Welke game zou het beste zijn om in te stappen? Nou ja, beetje des te later des te beter, maar op zich... Dus Persona 5 zou gewoon prima zijn? Persona 5 zou prima zijn. Misschien ga ik het heel dom zeggen hoor, maar daar komt die Joker toch vandaan? Ja, Joker die komt uit Persona 5, ja. Ja. En die heeft iets met kaarten of zo waar die in gooit, toch? Met blaadjes? Hij moet tegen Shandy en die heeft alleen maar swingsen. Hij gebruikt kleine messen. Dat is zijn gimmick voornamelijk. Oké. De kaarten is echt een Persona 4 ding. Want iedere game heeft zelfs zijn eigen manier om persona's te summonen. Oké. Persona 3 had mensen die zichzelf in de kop schieten met een pistool. Ja. Meer context krijg je niet. Ja. Persona 4 had
kaarten. En Persona 5 heeft echt maskers die van het gezicht worden afgetrokken. Oké. Ik ben wel heel erg benieuwd naar Persona 5 eigenlijk. Of het ook een game voor mij is, zeg maar. Snap je? Ja, snap ik. Het is wel... Kijk, ik vind zelf 5 heeft heel veel dingen gedaan. 3 Portable zou ik zeggen van oké, dat is de meest oude versie met de huidige dingen. Zoals je bijvoorbeeld X en Y zou pakken. Of Gen 4 voor Physical en Special Split. Ja. Maar ja, 5 heeft wel heel veel dingen gedaan die het gewoon een stuk makkelijker maken. Oké, dat is misschien wel goed voor mij om in te stappen dan. Ja. En het is ook zo van, alles komt nu op de Switch uit, hè, dus... Ja, komt het op de Switch uit? Ja. Persona 5 komt op de Switch uit. Voor mij was het Royal die uitkomt op de Switch. En 3 en 4 komen in 2023 op de Switch uit. En Persona 5, wanneer komt die uit? Moet je me heel veel tel geven. Ja, ik verbaas me ook, want ik ging op zich vanuit van, oké, misschien krijgen we ooit 3 of Golden, wat Persona 4 is. Maar ik dacht eerlijk gezegd nooit verwacht dat wij Persona 5 zouden krijgen. En het is ook niet eens cloud versie, hè? Het is gewoon physical. Gewoon physical, ja. Ze gaan waarschijnlijk heel veel dingen inleveren. Dus het ziet er niet zo goed uit als de PS4. Oh, ik dacht dat Persona Nintendo only was. Nee, het is echt PlayStation. De enige Persona games die uitkwamen op de Nintendo waren Persona Q. Oké, en het is ook niet op de PC dan? Persona 4 Golden is sinds volgens mij 2021 op Steam. Oké. Daar waren mensen heel erg blij mee, want Atlus is echt anti-PC. Oké. Ja, ik heb gevonden. Persona 5 Royal komt uit 21 oktober. Misschien wacht ik daar dan wel op. Ja, 21 oktober is wel net voor Pokémon en net voor Hogwarts Legacy ook. Voor je mijn tip? Ik zou zeggen, kijk maar gewoon even of je het... Gewoon even dingen rondkijken, misschien vind je het leuk, misschien vind ik... Ik zou niet meteen halen. Nee. Want het zijn geen games van 20 uur. Nee, precies. Je bent zo 80 uur in kwijt. En op een first run denk ik zeker. Oké. Dus ja, er wordt nog een hele interessante race tussen mij en dan. Ja, inderdaad. Ik heb Persona 5 Royal nooit gespeeld. Ik ken Persona 5 wel. Heb ik ook nooit gespeeld, maar ik ken die games wel. En... Wat is het verschil tussen Royal en de gewone dan? Qua cutscene verschil, je hebt een extra party member. En je hebt een extra True Final Boss. Oké. En je krijgt wat andere persona's. Dus hoe kan ik best. Ja, bijvoorbeeld. Heel veel hebben een normale persona. Max je hun support, om het zo maar even te noemen. Krijgen ze de beste persona in Persona 5. Maar in de Royal kunnen ze dan ook nog een soort van mega-evolutie krijgen. Die gewoon veel beter is. Dus ja. Duidelijk. Dus ja, wordt nog wat. Maar ja, daarom vind ik aan de ene kant vind ik het hartstikke geinig dat die games eruit komen. Aan de andere kant zit ik echt zo van, dat kan wel. Maar Kingdom Hearts 1 krijgen wij nog steeds op fucking cloud. Ja, ja. Ja, ik ben daar heel erg salty over nog steeds. Ja, dat weet ik. Zo, van Persona 5 Royal is zoveel groter. Ik heb al een paar dingen van de trailers gezien. En ja, hij levert wat in op resolutie en andere dingen. Mm-hmm. Maar... Kingdom Hearts is een 2002 game. Ja, precies. Deze game kwam uit op... Hoe oud is deze game? Persona 5. Royal kwam uit in 2019. Ja, dat is dan een verschil. Ja. En toch is dat fysiek. Nee, want in de periode toen E3 bezig was, zijn het... Want oorspronkelijk was Persona 5 alleen voor PlayStation. Toen zei ze van ja, dat komt ook niet uit op Xbox.
Ja, en mensen dachten van, oké, krijgen we dat ook zo meteen op Switch? Op Switch, ja. Nou ja, en toen kregen we met die Nintendo Switch. Het was een partner showcase, hè? Zo van, ja. Ja. Hier, ik weet wel dat ik er genoeg van heb gezien. Ik heb het wel gezien toen. Ja, die direct eindigde ermee. Zo van, ja, hier, hoppakee, Persona 5 Royal. En succes. Ja, ik ben over het algemeen gewoon blij als je ook gewoon kijkt naar het feit van, het is echt een portable machine. En als het kan, is het gewoon heel erg nice. Yep. Zo. Nou, dat was Samantha. Maar ik ben game over gegaan. De eerste keer sinds een hele lange tijd. Dat is inderdaad een hele lange tijd geleden. Maar sowieso dit jaar is erg, erg vol. En heel veel dingen komen pas later achter, want Persona hadden wij niet verwacht. Nee. Ja, vind jij dit jaar vol? Maar ik vind dit jaar dus helemaal niet vol. Ja, toegeven, het is ook meer voor mijzelf qua vol, maar ik heb bijna iedere maand nu iets. En op sommige maanden misschien twee dingen. Ja, ik heb de laatste drie maanden heb ik iets. Het probleem is, ik denk dat doordat Pokémon uitkomt, ik bijvoorbeeld Sparks of Hope bijna niet ga spelen. Mm-hmm. Omdat die game die komt uit en dan bijna komt meteen Pokémon al uit. Ja, nee, voor mij is het Gunfall 3. Dat is het 28ste. Xenoblade Chronicles 3. Dan heb ik... even kijken. Bayonetta is volgens mij september. Ja. Yeah. God of War is volgens mij september. Dan heb ik... Scarlet and Violet nog. Ja. Yeah. Ik had dan nog iets. Ja, Persona 5 dan. Ja, maar Persona 5, nee, Persona 5 Royal hoop ik op de PS5. Ah. Ik hoef niet de dubbel dip als het niet nodig is. Alanande. Ja, volgens mij is dat iets. Ja, dan heb ik alsnog bijna iedere maand iets. Het zijn geen kleine games, hè. Xenoblade Chronicles 3, God of War. Mm-hmm. Oh ja, Splatoon 3 komt ook uit. Ik haal hem niet, maar die game komt uit in augustus. Splatoon 3. Ja. Je kan zeggen van het is niet leuk, maar ja, het komt wel uit. Dus. Dat klopt. Maar dan komen er wel, op die manier komen er nog wel meer dingen uit. Mm-hmm. Ja, maar het is, op die manier is het wel vol. Of nou jouw games zijn ja of nee, is een andere maand. Mm-hmm. Er komt wel iedere maand echt een groot iets van een franchise uit. Dat is waar. In december komt Hogwarts Legacy. Mm-hmm. Zin in. Ja, dat snap ik sowieso, want dat wordt sowieso gaaf zometeen. Mm-hmm. Er komen dus ook deluxe editions, zeg maar, waardoor je ook meer krijgt. Ik denk dat het de eerste keer ooit van mijn leven is dat ik een deluxe edition ga halen. Nice. Nou, dat is niet waar. Ik heb trouwens Super Monkey Ball Deluxe Edition. Leugens! Dat zijn geen leugens. Oh ja, het waren leugens dat ik het nog niet had gedaan, dat klopt. Mm-hmm. En die game heb je ondertussen niet meer aangeraakt sinds je video's. Dat klopt. Ja. Dat is een beetje het rare van sommige games. Zo van, oké, ik heb gespeeld. Ja. Hoezo replayen? Sommige games zijn wel replayable, maar... Ja, klopt. Voor mij zijn dat voornamelijk de Metroid en de Pokémon franchises. Die replay ik op zich nog wel eens ieder jaar. Ja. Voor mij is het dan vooral Mario en Pokémon. Ja, Pokémon sowieso, maar Mario ook die replay ik ook nog regelmatig. Als Justin een keer bij mij is en we hebben geen... Of ik bij hem en we hebben geen idee wat we gaan doen, dan doen we dat, zeg maar. Oké. Okay. Gaan we Sunshine of Galaxy spelen. Ja, de betere games. Yes. Zo. En ik weet al wat mijn serie gaat worden na de rest van Leighton. Ja, want je hebt aardig wat Leighton achter elkaar gedaan, hè? Nou, gewoon twee games. Alleen die games zijn best lang.
Ja. Ach, als je lang wil zien, wacht even op volgend jaar. Ja. Dan nog vond die serie niet echt leuk. Ja, daar heb ik jullie wel meer over gehoord. Hoe heet die nou? De serie, ja. Ja, die, ja. Prachtig game. Beetje lang. Ja, als ik weer een periode echt niks meer te doen heb, ga ik misschien Arise wel weer opnieuw spelen. Dat Arise? Ja, dat is de meest recente Tales of game. Maar die heb ik uitgespeeld, maar ik heb niet zo heel veel sidequests gedaan, dus... Misschien over nadenken om over alle sidequests een keer volledig te doen. Oké. Maar ja, dat is ook weer zo'n game waarvan je 40 uur bezig bent en ik zit niet zo van... Aankomende vrijdag zit ik gewoon in coma totdat 3 uit is. Want ja, daar gaat nog wel tijd in zitten. Yep. Als ik te zien hoe groot en open world die games zijn. Mm-hmm. Nou, je hebt 1 kort gespeeld en je hebt 2 gezien, dus... Ja, het zijn hele mooie games. Ik ben ook heel blij dat ze aandacht krijgen, maar... Als je alle storybeats wil weten, dan... Oeps. Yep. Maar weet je dat Xenoblade eigenlijk uit oorsprong niet eens van Nintendo is? Nee? Nee. Oorspronkelijk had je 2 series daarvoor. Xenogears en Xenosaga. Ja. En dat zijn PlayStation. Oh, what the fuck. Maar die wou Xenoblade niet kopen ofzo? Nou, het verhaal van Xenoblade is op zich best treinig. Ze hadden een idee voor Xenoblade, maar niemand wilde hem localizen. Oké. Want er was een... Ja, ik ga even niks doen, ik ga het even opzoeken. Want waren 3 games die verkoppeld waren en dat was een soort van project van Nintendo van oké, welke van deze games slaan aan? Ik moet heel veel zoeken hoor, maar... Ja. Nou, weet je wat, ik zoek even op de Xenoblade Origins, want ik weet alles behalve van waar die games ook weer gekoppeld aan waren. Want het hele ding is, ze hadden 3 games uit gebracht destijds en ze worden ze allemaal localized, maar niemand wilde ze localizen. Oké. En omdat niemand ze wilde localizen kon ze... Oh ja, dat was hem. Operation Rainfall, dat was hem. Die ken ik niet. Nee, het was ook een soort van projectidee om heel veel games uit te brengen. En daar zat in Xenoblade Chronicles, Last Story en Pandora's Tower. Oké. Van Pandora's Tower weet ik niet zo heel veel, van Last Story weet ik een paar dingen, maar ook niet heel veel. Maar ja, zo van, weet je wat? We brengen ze naar Noord-Amerika uit. We brengen ze dus naar het westen uit. Probleem? Niemand wilde localizen. Nou. Ja. Gigantisch veel problemen. Toen zaten ze van, oké, prima. Wie wil ze wel localizen? Oh, een Brits bedrijf wil ik wel localizen. Nou. Brits bedrijf gecontacteerd. En dat is ook waar je in Xenoblade heel veel Britten... Britse voice actors hebt. Britten, Welsh, Scottish. Oké. Dus dat is de reden. En omdat niemand ze wilde doen, zat ze van, ja, laat maar. En toen was het van... Toen dachten we Switch van, oh nou ja, als ze toch anderen niet hadden, doen wij het maar. Nou, Xenoblade 1 kwam uit op de Wii. Ja, oké, en Nintendo dan. In plaats van dat Sony of Ja, want Nintendo vroeg Tetsuya Takashi. Oh, die! Van, ja, wij willen graag een nieuwe Xenogame van jou. Nou, prima. En toen kwam het op Nintendo uit. Nou, toen kwam het uit op Xenoblade Chronicles voor de Wii. Toen kwam Xenoblade Chronicles 3D. Dat is Xenoblade Chronicles op de 3DS. Ja. Zo'n grote game op een 3DS. Ik vind het heel knap. Het ziet er niet uit, maar dat is een andere. Toen deden ze 2. Brachten ze meteen DLC uit voor 2. En toen kwam Xenoblade Chronicles 1 Definitive Edition. Nou ja, die sales zorgden er gewoon voor dat Xenoblade Chronicles gewoon zo populair werden. Ja, oké.
Want even kijken. Ah, en er was X tussendoor, maar X heeft niks te maken met 1 of 2. Nee, is X gewoon een aparte game? X is, heeft aparte, is een aparte game, ja. Oké. Okay, here we go. De Wii verkocht 900.000 copies. Ja. Yeah. De nieuwe 3DS 560.000. Mm-hmm. De Wii U, de Xenoblade Chronicles X, 840.000. Xenoblade Chronicles 2 verkocht 2 miljoen. En Xenoblade Chronicles Definitive Edition verkocht 1,5 miljoen. Oké. Okay. Dat is wel goed. Ja, dat is... volgens mij was ooit een afspraak met Nintendo dat zolang een serie boven de miljoen gaat, dat ze sowieso een sequel of verder met die franchise gaan. Ja. Op zich een goed plan. Dus waar is mijn nieuwe Metroid game, Nintendo? Nou, er zijn toch genoeg Metroid games. Dread is net uit. Nou, Dread is al een poosje uit, maar... het ding met Nintendo was, ze wilden na Metroid Prime Other M, wilden ze gewoon niks meer doen. Nee, terwijl Other M is echt een oude game. Is echt een oude game. Mensen haten het ook. En terecht. Ja? Ja. Niet zo'n goede game? Nou, als ik tegen jou zou zeggen van omschrijf Samus Aran aan mij. Ja. Welke dingen zou je haar omschrijven? Nou, gewoon die kan in Smash kan spelen. Ja, Mariah Pakkie. Bounty Hunter, Badass, beetje zulke soort dingen, hè? Ja, Zero Suit Samus. Ja, in Order M zit ze alleen maar te janken en heeft het iedere keer over de baby. Ja. Oh. Dus ja. Nou, toen was helemaal niks. Toen zeiden ze zo van, weet je wat, wij brengen Federation Force. Ja, laten we dat doen. Oké. Okay. Een 4-player party game. Oh, wat? Waarin je gewoon enemies neer gaat halen. Nou, mensen waren niet blij. Dus ja, en later kregen wij met de Metroid 2 remake op de 3DS. Mm-hmm. Nadat hun AM2R van het internet af hadden gehaald. AM2R? AM2R. Wat is dat? En dan een Metroid 2 remake. Oh. Dat is een hele slechte naam, maar ja. Toen hebben ze die eraf gehaald. Een paar maanden later kregen we Metroid 2 remake voor de 3DS. Nou, op zich best leuk. Volgens mij is het gemaakt door of Red Button of Intelligence. Nee, niet Intelligent Systems, dat is Fire Emblem. Wacht, ik heb hier de doos liggen in mijn. Ik mis de tijd waarin het ook gewoon opstaat van door wie het is gemaakt. Mercury. Daar was het. Mercury Systems. Mercury Systems. Ja, die hebben ook direct gemaakt. Oké. Okay. Maar ja. Alles is beter dan Ilka. Ja, klopt. Dus ja, toen bracht ze die uit. Nou ja. En wat Dredd heeft gedaan, hij heeft gewoon voor gezorgd dat Nintendo heel veel nieuwe copies of virtual dingen op de virtual console heeft kunnen verkopen van Metroid Zero Mission, Metroid Fusion en Metroid Prime. Mm-hmm. Dus en ja. Wanneer komt er nou een nieuwe Prime dan? Ja, als ik dat maar wist, Milan. Dat is zeg maar de vraag die iedereen stelt, toch? Ja, want heel veel mensen zijn aan het wachten op de Metroid Prime 4. Maar het grote verschil tussen zo'n bijvoorbeeld Prime en Dread is dat Prime is first person en ja. Dread is een 2D. Platformer. Ja. Ja. Ik weet die dingen wel, ondanks dat ze niet speelt. Mm-hmm. Ja, en het grootste ding is, je weet nog wel toen Bayonetta 3, de eerste teaser ja. uit was, hè? Ja. Dat was voor mij 2015. Ja, en daarvoor had je al een keer eerder Metroid 4 toch een teaser. Ja. Ja, klopt, die kan ik me nog heel goed herinneren. Toen was iedereen blij en daarna nooit meer wat van gehoord. Klopt. Dus ja, daar zijn we nog steeds op aan het wachten. En mensen zijn ook aan het wachten op Metroid Prime 1, want ze hebben heel veel dingen geremaked. Oké, maak dan ook maar een remake van Metroid Prime op. Breng Metroid Prime Trilogy uit. Mm-hmm. Op de Switch. Nou, je wil niet weten hoeveel dingen je dan verkoopt. Nee. Maar ja, dat doen ze niet.
Want Nintendo is aan de ene kant een heel raar bedrijf wat geld wil, maar geen geld wil. Ja, precies. Het is, je vraagt echt soms af van, oké, wil je meer geld of wil je nou niet meer geld? Want getting mixed signals hier. Signals, ja. Nou, je hoeft geen zorgen mee te maken dat ik pokers maak. Ik loop alweer vast met een fight. Welke fight? Die. Voor mij zit die drie tanks. Drie tanks van wie? Rio. Weet jij dat? Rio. Je hebt net het tournament met gedaan. Ja. Yeah. Dan loop je naar buiten. En moet je in een zandstorm tegen drie van de. Oh ja, ja, ja. Oh, dat waren bij mij volgens mij de drie cactussen. Oké, nou bij mij zijn het drie tanks. Het zijn geen leuke tanks. Maar ja, zo zie je maar dat ik heel veel volg van game nieuws. Mm-hmm. En een beetje up-to-date wil blijven. Snap ik wel. Ja, en als we dat gedoe niet hadden gehad met Rusland en Oekraïne, had ik nog een extra game gehad dit jaar. Dat was Advance Wars geweest. Ja, denk je dat daarom niet uitkomt? Dat is de reden waarom ze niet uit hebben gebracht. Weg waar. Ja. Wegens huidige omstandigheden met Oekraïne hebben wij besloten om Advance Wars te delayen. De game is af. Dat vind ik echt zo raar. Ja, nee, ik snap de redenering. Maar je kan de naam toch gewoon veranderen? Oh, het probleem is niet Advance, het probleem is niet de naam. Wat dan? Een van de villains is een Rus. Ah, oké, okay, nu snap ik het wel. En om het makes op, sense. Om het iets interessants te maken, hij is geen Rus. Rus? Het is een Oekraïense Rus. Nee. Ja. Het is gewoon een gozer die lijkt op een Rus. Ja. Dus het is ook nog niet eens, het is niet eens echt naar Rus. Nee, oké, okay. Wat was er nou allemaal weer? Advance Wars Tactics. Maar had ik ooit tegen jou verteld dat Advance Wars 1 uitkwam in de periode dat 9/11 gebeurde? Nee. Die franchise is gewoon gedoemd. Dus als ze ooit nog iets zeggen van we gaan een nieuwe game uitbrengen, dan moeten we vooral zeggen doe het niet. Eigenlijk wel ja, want toen de eerste game uitkwam was het zo van ja, 9/11, oeps. Was het ook echt op die dag? Nee, het was later. Oh ja, ik heb de naam gevonden. Zijn naam is Olaf. Oké. Okay. Dus ja, dan kan je zeggen Rus, ik kan ook zeggen Deens. Ja, Olaf is niet, vind ik nog niet eens zo, zo'n Russische naam. In welk jaartal was het bij 9/11? 2001. Advance Wars, release date, september 9, 2001. Dat was dus twee dagen ervoor. Oeps. Ja, die franchise is gewoon cursed. En ik kan er niks aan doen. Nope. Ach ja, dat is één ding. En het allerergste is soms ook nog iets als Horizon, de Horizon franchise. Die komt uit Nederland. Ja, klopt. Horizon Zero Dawn kwam uit drie dagen later. Toen kwam Breath of the Wild uit. Oh ja, dat is gewoon dom. En dat is gewoon dom, want dat weten ze van tevoren. De tweede game kwam uit Elden Ring. Oeps. Ja. Ja, dat is gewoon dom. Ja. Dat heeft niks met oeps te maken, dat is gewoon dom. Yep. Zelfs als je gaat zeggen van ja, ik breng deze game mee tijdens de holiday. Ja. Ja, oké, okay, is het een bekende franchise? Nee, dat wordt onze eerste game. Ja. Succes! Kan je beter in februari en maart uit laten komen ofzo. Behalve als Breath of the Wild uitkomt, want die kwam ook in maart uit. Ja, de beste periode als je echt niet een bekende franchise hebt, is echt januari. Maar dan hebben mensen ook minder geld om uit te geven. Dus ja, klopt. Want kijk, zomer heb je vaak de Summer Sale, een Steam Sale, een Nintendo Sale, die dingen. Thanksgiving, kerst heb je ook altijd die dingen. Yep. Dus ja, misschien februari, maart, april, een beetje die periode zal inderdaad wel beter zijn geweest.
Maar ja, Breath of the Wild kwam ook. Ik verwacht eigenlijk Breath of the Wild 2 in maart. Ja, zou kunnen. Ik verwacht in deze dagen een keer fucking nieuws van de titel tenminste. Ja, precies. Ik wil eigenlijk deze aflevering beëindigen. Vind je dat goed? Gaat uw gang. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.